Een van de zaken die speelt bij jouw spelers zijn de premies, die nog altijd niet afgesproken zijn met de directie. Hoop jij dat jouw spelers die premies nu in de koelkast zetten en als één blok achter ADO gaan staan in de zaak tegen Bang? Dat het maar om één ding gaat, dat er dus belangrijke dingen zijn dan die premies? Ja, ik zou niet beantwoorden tegen Bang of tegen Matthijs of tegen Petrovic. Ik vind dat het belangrijk is dat de spelers nu helemaal niet over de premies denken, omdat iedereen leest in welke situatie is ADO. Dat ze gewoon niet meer over premies praten, totdat de situatie wordt opgelost. En dat is gewoon deze maand. En niet tegen Wang, en niet tegen Matthijs, en niet tegen Petrovic, of niet tegen wie dan ook. Gewoon focus op voetbal en niet meer over premies praten, omdat iedere speler die kan lezen, die begrijpt wel in welke situatie is deze club. Dus lijkt maar wel logisch, en daar heb ik zo gezegd, niet meer over bijzaken praten, omdat de club wil graag premies betalen, maar jullie begrijpen wel ook dat de situatie vraagt iets anders aan. Dat heb je ze ook gevraagd of ze daar mee op willen houden? Ja, ja, dat heb ik ze ook gevraagd. Dan, kijk eens, ik heb ook heel veel andere dingen met Meissner heb ik gesproken, heb ik hem gezegd dat we niet meer accepteren asociale gedrag, elleboog tegen Utrecht Spits, dat die niet meer doen. Omdat kan gebeuren één keer, kan gebeuren. Normaal gesproken mag niet gebeuren. Doe maar dan in duels of iets, maar niet elleboog. Dan heb ik hem ook uitgelegd. Dat gaan we niet meer accepteren en dat is gewoon niet goed. En hij heeft gezegd, oké, ik begrijp het wel. Wij praten over heel veel zaken, alleen maar ja, soms is dat intern en dat kunnen we niet naar buiten brengen. Maar soms breng ik wel naar buiten.